iedereen. Vandaag is weer de battle. Vorige week heb ik het niet gedaan omdat ik, het was toen een dagje uitgesteld. De dag daarna had ik een microdermabrasie behandeling ondergaan waardoor mijn huid echt helemaal rood en gevoelig was. Ik dacht ja, ik heb geen zin om dat helemaal dicht te primeuren. Dus vandaar dat het even een weekje is uitgesteld. Het thema is nog steeds Katy Perry. En toen ik de clip zag van E.T. wist ik gewoon, oké, als ooit de battle, het thema op Katy Perry valt, dan ga ik deze look maken. Want het is gewoon, vind ik, de allermooiste look die Katy Perry tot nu toe in haar videoclips heeft gehad. En het is een hele moeilijke look. Ik heb hem nog niet geoefend, dus ik hoop dat hij goed gaat. En ik ga hem nu voor jullie doen. En ik denk dat jullie halverwege het filmpje al wel in de gaten hebben welke look ik voor ogen had. Nou, we beginnen met een redelijk blanke huid. Katy Perry is natuurlijk al wel blank, maar deze look heeft een nog iets wittere ondertoon. Daarvoor ga ik dit gebruiken, mijn Make Up For Ever Flash Color Case. En dan pak ik gewoon de witte kleur, die meng ik met mijn eigen foundation en die breng ik dan aan op mijn gezicht. Oké, ik heb van Sleek heb ik die Pout Paints. Heb ik de blauwe, dit is Pika Blue en Mauve Over heb ik met elkaar gemengd. Tot een donkerpaarse kleur. En die ga ik op mijn lippen aanbrengen. Zo, en dan gaan we het gezicht contouren met Fuchsia Rose. Ik heb een oogschaduwkleur die heel roze is. Dat is deze van Sugar Pill. Die heet Dolly Pop. En volgens mij is dat de goede kleur. En daar ga ik dus even mijn gezicht mee contouren. En dat ga ik gewoon doen met een kwast. En toen ik klaar was met het roze, heb ik donkerblauw gepakt. En dan ging ik de contouren nog wat meer mee accentueren. En daarna begin ik aan de ogen. Doe gewoon een donkerblauwe eyelinerstreep onder mijn oog. En ook eentje boven, een beetje cat eye. En dan begin ik met het detailwerk op het voorhoofd. Ik zet gewoon streepjes en ik maak gewoon tekeningetjes met een kwastje. En met dezelfde fuchsia roze oogschaduw als die ik heb gebruikt voor de contouren. Nou, dit is uiteindelijk de look geworden. Zoals je kan zien is het Katy Perry inspired. Het is niet exact hetzelfde, want ze heeft natuurlijk sowieso heel veel vlechtwerk in de haren. Ze heeft hier een wat ingewikkelde patroon. En nou goed, het van haar is natuurlijk door echte professionele visagist gedaan. En die heeft zoveel uur in de make-up gezeten. En ik heb het nu net in een half uurtje gefixt. In ieder geval, ik hoop dat jullie het een leuke geslaagde look vinden. Ik ben heel benieuwd naar de look van de tegenstanders. Hun website zal ik hier onderin in beeld plaatsen, zodat jullie ook een kijkje kunnen nemen. Ik hoop niet dat we dezelfde look hebben gedaan. Ja, je weet natuurlijk maar nooit, maar we gaan het zo even zien. En laat me even weten wat jullie van de look vinden. En tot de volgende video. Doeg!